dacht eerlijk gezegd niet dat ik dit ooit ging aanschaffen. Laat me even uit. Dit hier wilde ik eigenlijk al 2 jaar. De reden waarom ik dit nu heb aangeschaft is, wij YouTubers, of tenminste filmmakers, willen altijd die smoothe, stabiele beelden. Natuurlijk, het kan altijd met de gimbal, maar over een lange afstand kan dit van pas komen, want dit noem ik namelijk gimbal voor de voeten. En tussen ons gezegd en gezwegen, ook stiekem voor de fun. Vandaag gaat een leuke dag worden. Vandaag gaan we naar Gent om te exploren. Kunnen we daar oftewel met de auto, oftewel met de trein en oftewel met de... One-wheel. One-wheel it is. Bijna in Gent, maar nog niet helemaal. Nu moet ik helemaal terug om de auto te gaan halen. Dom idee. Alright. Ladies and gentlemen. We zijn aangekomen in Gent, we gaan nu een beetje verkennen. We zijn begonnen aan onze exploring in Gent met de one wheel. By the way mensen, we zijn echt precies mensen van de toekomst. Iedereen staat ons aan, maar echt overdreven iedereen. Dat is echt zo precies op een feestje, iedereen draagt zwart en dan ene draagt een rode jasje. Dus ja, dan ben je ook zichtbaar. En zo voelen we ons nu. De one wheel is heel belachelijk toen ik het voor het eerst zag in de video van Casey Neistat een paar jaar geleden. Sinds... ja, deze tram is achterom, man. Maar sinds we die voor de eerste keer uitprobeerden in Knokke-Huis, dacht ik van, ja, dit moet ik gewoon hebben. Dat was zo'n zalig gevoel. En ja, hier staan we dan met de eigen one wheels. By the way mensen, ik moet dit ook zeggen, de one wheel is toch wel een zalig transportmiddel. Je kunt de omgeving verkennen. Hey. En trouwens, ja, het is zo'n zalig gevoel gewoon op de one wheel. Dus, je bent precies aan snowboarden. Alleen een, dus, een stuk gevaarlijker, inderdaad. Wat als wij de one wheel bereiden, maar ook de drone vliegen? Nee. We gaan dat niet doen. Eerlijk is eerlijk. Het proces van onderweg zijn naar je bestemming met de one wheel maakt het gewoon een onovertreffelijke ervaring. Onze batterij is nu bijna helemaal leeg. De batterij staat nu op 6% en we hebben 11,3 kilometer mee gereden door Gent. En we kunnen nog een kilometer, dus ongeveer 12 kilometer kunnen we ermee rijden. Maar voilà, we gaan sowieso nog verder cruisen, want we gaan die laten opladen straks thuis. En dan gaan we verder cruisen in Mechelen. En het gaat waarschijnlijk nacht zijn, maar dat weet ik niet, maar we zullen zien. Bro! Net... Onze topspeed is 25,1, de mijne tenminste. En zijn nu 25,4, zien jullie in Mechelen. Let's go!
verder cruisen? Sowieso. Oké, okay, box. Later, hè. Ciao. Zoals ik in het begin van deze video zei, ik ga dit vooral gebruiken als hulpmiddel voor het filmen, maar ik moet er eerst goed in worden. Ik heb nu ongeveer 150 kilometer op de teller staan. Ik ga er nog een paar meer kilometer op zetten en dan pas echt oefenen voor te filmen. Als jullie deze kijken en jullie hebben zelf een wandel, laat het me weten in de comments. Want hoe tof zou het niet zijn als we eens een groep ride doen. Met verschillende mensen. Dus laat het me weten in de comments. En vond je dit een leuke video? Laat het me ook weten. Ja, geef die blauw duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren als je meer van zulke content wilt zien. Want er komt nog heel veel zoetigheden voor de ogen op dit kanaal. Niet enkel vlogs, maar er zijn nog andere programma's die ik nog wil maken als het wat soepeler wordt in de maatregelen. Maar voilà. Dus tot de volgende video. Later.